Christ. Geliefde broeders en zusters in Christus. Ik wil começar com um trecho de um livro, uma citação. Ik wil beginnen met het lezen van een gedeelte uit een boek. Ik zal het nu in het Nederlands voorlezen, omdat ik dat niet dubbel hoef te doen. En het is uit het boek De Christenreis naar de Eeuwigheid van John Bunyan. Een citaat dus. De pelgrims werden ondervraagd en de rechters vroegen hen waar ze vandaan kwamen, waarheen ze gingen en wat ze hier toch deden in hun vreemde kleren. We zijn pelgrims uit deze wereld en we zijn op weg naar ons vaderland, het hemelse Jeruzalem. We hebben geen enkele aanleiding gegeven aan stadsbewoners of aan marktkooplui om ons op deze manier slecht te behandelen of onze reis te verhinderen. We hebben alleen gezegd tegen de mensen die ons vroegen het koopwaar te kopen, dat we alleen de waarheid wilden kopen. Met de rechtbank verklaarden dat ze gek waren, dat ze expres waren gekomen om de openbare orde te verstoren. En daarom hebben ze hen gevangen genomen, stokslagen gegeven, modder naar hen gegooid en hen in een kooi gezet, zodat ze een schouwspel werden voor iedere marktbezoeker. In deze situatie hebben ze een tijd lang vastgezeten, waren ze het mikpunt van vertier, kwaadwilligheid en wraak van omstanders. Het publiek wachtte op alle gelegenheden. Maar anderen letten goed op hen en zagen hoezeer de pelgrims geduldig leden, dat ze geen vervloekingen met vervloekingen vergolden, maar met zegeningen. En dat ze de beledigingen beantwoorden met zachte woorden. Zij begonnen de menigte in toon te houden en te vermanen om hun rechtvaardige en absurde misdaad. Esta citação é do livro O Peregrino, de John Bunyan, o servo de Deus que viveu na Inglaterra no século XVII. Eu vou ler o livro, e o escritor John Bunyan, ele leefde em England no século XVII, was daar prediker. Ele foi perseguido e preso por duas vezes por pregar o Evangelho. E ele escreveu este livro quando estava em uma dessas prisões. Ele foi vervolgd, 2 keer gevangen gezet, omdat hij tegenwege konde. En hij spreekt dit boek in een van die beide keren dat hij in de gevangenis zat. Esta parte do livro ele mostra quando 3 personagens estavam sendo perseguidos, como esses 3 personagens peregrinos estavam sendo tratados. Dit deel van het boek dat laat zien hoe 3 pelgrims werden behandeld toen ze de plek bezochten die de kermis van de ijdelheid heet. Eles entraram num lugar chamado a Feira da Vaidade. E lá eles recebiam todo tipo de insulto, todo tipo de palavras contra eles. En op die plek, de kermis van de ijdelheid, daar kregen ze allerlei beledigingen naar behandeld. Isso porque, quando eles chegaram neste lugar, eles não faziam questão de olhar para as coisas que lhes eram oferecidas. Ze kwamen daar, niemand dat ze zo graag naar de koopwaar wilden kijken. Alguns estavam chamando, dizendo, venham cá, compre dessas mercadorias, olhem essas mercadorias que eu tenho para vocês. Sommige marktkooplui die riepen hen met name, kom hier, en kijk wat we te koop hebben. Mas eles tapavam os ouvidos e clamavam em alto som, aparta os meus olhos para que não vejam a vaidade. Maar de pelgrims die bedekten hun oren, ze wilden het niet horen, en ze riepen, houd mijn ogen af van wat leeg is. E desse modo, com os ouvidos tapados, eles olhavam para cima caminhando, dizendo, e como se desse a entender que o lugar deles era o céu. En ze keken omhoog, met hun oren bedekt, alsof ze wilden zeggen, onze zaken, als het over zaken gaat, onze zaken zijn in de hemel. Esses são os peregrinos perseguidos. Dit zijn de vervolgde pelgrims. Esta é a realidade dos cristãos neste mundo. Het is de realiteit van christenen in deze wereld. A perseguição contra os filhos de Deus não é uma exceção, mas é a regra. De vervolging van Gods kinderen is geen uitzondering, maar is regel. O próprio Senhor Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados se nós somos perseguidos por causa do seu nome. Ele mesmo zelf die heeft gezegd dat we gelukkig zouden zijn als we om zijn naam zouden worden vervolgd. Want zo gebeurde het al met de profeten. Cristo disse, eles perseguiram os profetas, eles perseguirão vocês também. En wat de profeten hebben vervolgd, zullen ook jullie vervolgen. A perseguição aos servos de Deus surge naturalmente em nossa relação direta com a
a identidade que temos deste mundo. De vervolging van Gods dienaren, dat is eigenlijk iets wat vanzelf opkomt vanwege onze relatie met onze God, vanwege onze identiteit die we hebben in deze wereld. O simples fato de sermos cristãos já é motivo suficiente para nós sermos perseguidos. Het simpele feit van christen te zijn